قم وانفض سكنات هواك وانصب في الأعتاب لواك مع نور الفجر فأعلنها عبدك يا مولاه أتاك روحك عرفت لما ذاقت غربها بعد فاشتاقت أيقوم الأصحاب وتنسى بين قلوب فيه تلاقت قوة الشفع عطر صفا أنسام الفجر لها سر Broeder, what vond je van de Fajr? Interessant. Ja? Probeer gewoon erop af te komen. Je bidt hier gezamenlijk met de broeders. En ja, dat is veel motivatie. Ik raad iedereen aan om gewoon te komen. Want ik weet 27 keer meer dan alleen gebed, toch? Ja, klopt. Dus kom naar de moskee toe. Bereid je voor. Gewoon fris. Voodoo. Dus ik raad ook ieder aan. Vanuit huis, die meekijken, die ook hier in de buurt wonen. Mis de volgende Fajr-zitting niet. Gezamenlijk ben je met je broeders. De sfeer is mooi. De sfeer is ontspannen. We hebben ontbijt na afloop met elkaar. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste van alles is dat je gezamenlijk het gebed verricht met Fajr. Gezegende tijdstip. De zittingen bijwoont met de broeders en kan met elkaar praten. En zo pak je deze beloning inshallah ook mee. Dus wij hopen jullie te zien volgende week zondag bij de volgende Fajr-zitting. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.